Er is onvoldoende vraag naar rechtszorg in de districten Brokopondo, Koroni, Marowijne en Sipaliwini. Dit zei Sunil Lakhi, externe deskundige vandaag bij zijn presentatie Decentralisatie Rechtszorg. De presentatie is gehouden in de congreshal en is georganiseerd door het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Lakhi is door het ministerie van Justitie aangetrokken om onderzoek te doen naar de noodzaak van rechtszorg in de diverse districten. De operationele kosten zijn veel te hoog om in deze districten een complete unit bureauzorg op te zetten. Deze conclusie trekt hij op basis van het aantal rechtszaken in de bovengenoemde districten. Het is economisch niet verantwoord om direct in alle overige districten te investeren in een complete unit bureaus rechtszorg, waar op dit moment volgens de cijfers de vraag naar rechtszorg enorm laag is. De decentralisatie van bureau rechtszorg in alle overige 8 districten, hetgeen er thans beoogd wordt met dit project, heeft niet een reële kans van slagen op dit moment in deze vorm, maar moet anders. Lakhi haalde verder aan dat er liever met clusterdistricten gewerkt wordt om helpdeskbureaus rechtszorg op te zetten. Dit heeft hij geconcludeerd op basis van het haalbaarheidsonderzoek. De districten waar we dus eigenlijk zo een bureautje willen neerzetten. En de clusters zijn dan Wanica met Para, Brokopondo en Sipaliwini, Komuwijne en Marowijne, Saramaka en Koroni. De helpdesk heeft een informatief karakter en een helpfunctie. Wat ik hiermee wil aangeven is dat zo'n helpdesk dus meer een informatief karakter gaat hebben. Dat wanneer een cliënt daar aankomt, dat hij dan de nodige informatie krijgt, de richtlijnen krijgt, dat hij dus geholpen wordt en dat de vragen die die persoon heeft worden beantwoord door zo'n ambtenaar. Zover Sunil Lakhi. Hij is als deskundige aangetrokken door Justpol om de haalbaarheid van de rechtszorg in alle districten na te gaan.